7 alweer. Ik weet niet zo goed wat we deze 2 weken gaan doen. Maar daar komen we vanzelf wel achter. Hij komt uit mijn gezicht. Ja. Ik denk veel meditatieve beelden van deze kat. Gewoon lekker rustig, ontspannen. Ben je. Hoi. Cheers. Bedankt voor het koken, liefje. Graag gedaan. Ik ben blij dat je het lekker vond. Het is echt heel erg lekker. Ja. Ik heb verborgen talenten. Zeker. Dus ja, hashtag vaker doen. Nou, laten we hem gewoon drijven. Oh, een Q&A kunnen we doen. Zullen we op Insta vragen wie er vragen voor ons heeft? Ja. Als je echt gereageerd via Insta, dankjewel. Als niemand heeft gereageerd, dan knip ik het allemaal weg. We hebben op Insta gevraagd of jullie vragen voor ons hebben. En er zijn maar liefst 6 vragen binnengekomen. Wauw. Zal ik beginnen? Ja. Ik heb sterk erbij gepakt. Ja. We beginnen met een vraag van Tu et ma belle du jour. En de eerste vraag is, wat is je lievelingsdier? Een rode pandabeer. Oh ja, dat wist ik ook wel. En... Katje lijkt een klein beetje op een rode pandabeer, door de kleurtjes. Katje. Ze gaat nu eten, misschien komt ze zo nog. Mijn lievelingsdier, dat weet iedereen. Wat is jouw lievelingsdier? Een wasbeer en een slak en een vleermuis. Dus je hebt 3 lievelingsdieren? Ja, toch? Wasbeer staat wel op 1. Ik heb ook wel gewoon heel veel meerdere vogels als lievelingsdieren. Ja. Ook gewoon. Zal ik de tweede vraag doen? Ja. Oké, de tweede vraag is van Tu et ma belle du jour. Oh. Ze zegt, zullen we samen op de sacre dansen? Ja, leuk. Altijd, ja. We hebben een sacre op LP. Ook. Op LP, weet je wel. Kom maar langs. Dan ga ik nu meteen naar de volgende vraag, want ze zegt... Oh, wacht even. De volgende vraag is van Tu et ma belle du jour. En die vraagt, hebben jullie zin in woensdag? Ja. Want dan gaan we dus met op de sacre dansen. Nou, echt, ik bliep er wel uit. Oh, met Tu et ma belle du jour op de sacre dansen. Ja. Maar nu heb ik geen benen. Nee, dan heb ik wel een vraag. Waar zijn je beentjes? Vind je spannend? Ja. Hoi, we gaan de is het een Q&A of is het een Ask Me Anything? Nee, een Q&A. We gaan de Q&A afmaken. Goed, we hebben heel veel vragen binnengekregen voor de Q&A. Die we nu af gaan maken. Zit je vraag er niet bij in de vlog? Voel je niet beledigd? Zo gaat het er eenmaal. De eerste vraag van Sterrenmiepje is, komt er ooit een meeting? Ja, er komt ooit wel een meeting. Ja. Waar ga je dat doen dan? Ja, dat ga ik allemaal nog niet zeggen. Dat is gewoon... Voor al je fans. Bij hoeveel abonnees zullen we dat doen? Hoeveel heb je er nu? Ik heb er nu... weinig. Oké. 500? Oh ja, bij 500 abonnees op de vlog doen we een meet-up. Meeting. Meeting. Wat is je favoriete aflevering van Friends? Oh, dat is ook wel heel moeilijk. Wel een belangrijke vraag. Dat is een hele moeilijke. Ik denk, er zijn er een paar. Ik denk die ene dat... Dat the one waar het oude aapje van Ross terug is in New York. Ja. En dat ze dan bij hem gaan kijken en dat ze dan dat liedje zingen en dat hij dan bij hem op zijn schouder komt zitten. Dat is heel cute. En de allerlaatste aflevering is ook wel gewoon Ik vind ook wel de Smelly Cat aflevering van Phoebe heel erg leuk. Dat ze het Smelly Cat liedje gaat zingen. Ja, die is ook heel erg leuk. Maar dat, ja, goed. Meerdere aflevering. Ja. Oké. Okay. Welke celeb mag wel een avondje bij jullie komen eten? Philip Glass bijvoorbeeld mag wel een avondje komen eten. Of gewoon een bekende componist, dat zou ik wel heel leuk vinden. Ja. Die mag komen eten.
Dus Anthony Fiumara, als je dit kijkt, weet je wel, je hebt een trekken. Je bent gewoon uitgekomen. Maar die mag sowieso. Ja, die mag sowieso. Wat celebs ken ik persoonlijk. Zijn er dan nog wel celebs? Mm. Oh, ja. Ik eet elke avond met een BN'er, dus... Zo is het ook. Het is niet echt... Oké, volgende vraag. Oké, dan gaan we naar de laatste vraag. Die komt van Roemer Geit 123. En die vraagt, wat zit er in die prachtige maaltijd? Welke prachtige maaltijd? Waarmee we de vraag hebben gesteld. Op Insta. Oh, in jouw eten. Dat is een leuke vraag, want hij kan niet weten dat dit de enige keer in het jaar is dat ik heb gekookt. Nou ja, dat zit dus ook in de vlog, maar nu zit het drie keer in de vlog. Nou, het is ook wel een memorabel momentje. Wil je erover vertellen? Nou, vertel wat maar wat erin zat. Nou ja, jij hebt het gemaakt, dus jij mag het vertellen. Ik had pasta gemaakt met saus, met courgette en tomaten en een uitje en een olijfje en Remy wil geen olijfjes en artisjokken. Maar dat moet je eventjes tussen aanhalingstekens doen, want Remy wil geen olijfjes, niet waar. Remy wil geen olijfjes uit potje. Dank jullie wel voor de vragen. Ik hoop dat jullie de antwoorden leuk vonden. Van de vlog weer. Wij hopen dat jullie het super leuk vonden. En ga er lekker voor liggen. En tot over 2 weken.